Goedenavond. Hi Yvonne. Hallo Mario. Hallo allemaal. Kijk, daar komt iedereen. Gezellig. Zie je dat ik mijn camera iets meer zo moet doen? Ja. Ik ga vanavond aan de slag met jullie met alcoholinkt. En ik ga laten zien hoe ik met deze stempel deze twee kaarten maak. Deze twee kaarten die maken we tegelijk. En, ja, en ik ga je laten zien hoe dat gaat. Dat is een leuke techniek. Ik ben er zelf nog niet zo bekend mee. Ik ben zelf ook even op zoek gegaan naar een filmpje en heb een leuke tutorial gevonden van Jennifer McGuire op YouTube. Die heb ik als inspiratie gebruikt voor deze kaarten. En ik ga jullie dan ook laten zien ja, hoe zij dat gedaan heeft en hoe ik dat dan ook toch een beetje mijn eigen draai aan heb gegeven. Ik werk met alcoholinkt en met deze Alcohol Lift Ink met het stempelkussen dit keer. En hier kan je namelijk hartstikke leuke dingen mee doen. Dat ga ik jullie straks laten zien. En deze stempel die gaat gebruikt worden. Dit is een hele grote stempel van Jovi, nummer 71. En dat is een prachtige handgetekende rubberstempel. En die echt super goed geschikt is voor art journal pagina's, voor, nou ja, ook voor kaarten, maar past hij vanzelfsprekend niet helemaal op. En zitten naast die grappige bloem, zitten daar ook die leuke achtergrondrondjes mee, waar je het een en ander mee kan doen. En de blaadjes. En nou ja, daar gaan we lekker mee aan de slag zometeen. Even kijken waar ik het allemaal laat. Nou, ik ga drie kleurtjes alcoholinkt gebruiken. En dat zijn de kleuren Laguna. Dat is een beetje een turquoise kleur. De kleur Cobalt. Dat is de blauwe kleur. En ik heb de Gumball genomen dit keer. Kauwgombal. Nou, dat is hartstikke leuk roze. En ik werk daarvoor op Jupo papier. Dat heb ik hier op mijn blad liggen. Ik laat de kaarten even in beeld liggen, want als ik dat weghaal, dan gaat mijn lamp moeilijk doen. Maar nou, zoals je ziet, Jupo papier is geen echt papier. Er zit een glans op. Het is eigenlijk gewoon plastic. En plastic met een beetje papieren uiterlijk. En dat maakt het geschikt voor alcoholinkt. Alcoholinkt heeft namelijk een oppervlakte nodig wat geen inkt toelaat. Waar de inkt als het ware op blijft liggen. Ik heb daarnaast ook een stukje papier nodig. En dat was ik even stiekem aan het zoeken, omdat ik dat net gesneden heb. En nu zie ik niet waar ik het gelaten heb. Maar een stukje papier wat wel inkt absorbeert. Dus we gaan twee soorten papier werken. En alleen ik vind het nu niet. Dat is een beetje flauw. Gevonden. Zo, hebben we een stukje gewoon. Ja, je ziet het. Het wit is wit, hè, op zo'n camera. En dit is een stukje aquarelpapier. Maar je kunt ook gewoon een stukje cardstock nemen. Dat op A6 in dit geval, omdat ik er een kaart mee ga maken, wil je dezelfde techniek toepassen voor een art journal pagina, dan pak je uiteraard een groter vel papier
Ik leg deze nog even aan de kant, want die heb ik voorlopig nog niet nodig. Doe maar daar. Zo. En dan gaan wij ontzettend aan de slag met de alcohol. We gaan lekker gewoon beginnen. Ik gebruik om de alcohol aan te brengen, gebruik ik dit flesje. De meeste van jullie kennen deze flesjes wel, omdat daar heel vaak lijm in wordt gedaan. Ik gebruik dit als pipet met alcohol. Dat, ja, dat kletst er zo lekker op met zo'n klein flesje. Je kunt ook een gewone pipet, een druppelaar gebruiken om de alcohol aan te brengen. Dat maakt niet veel uit. Of wat ook heel fijn werkt, waar je leuke effecten mee maken, is gewoon zo'n simpel watersprayetje waar je alcohol in doet. 96% isopropiel alcohol gebruik ik in dit geval. En ja, er is ook een activator te koop van Ranger. Die helaas nog onderweg met de post, dus die kan ik jullie niet laten zien. Maar volgende week doe ik alcohol ink deel 2 en ga ik ook nog het een en ander laten zien. Dus nou, mijn lamp die houdt zich netjes zonder dat er... Vaak als ik alleen maar wit in beeld heb, dan krijg je zo'n flikkerlamp. Maar in dit geval niet. We gaan lekker beginnen. En ik begin als eerste... Oh, en ik heb trouwens nog, vergeet ik, een rietje. Ik heb ooit bij zo'n budgetwinkel... van die harde plastic rietjes gekocht. Het zijn geen wegwerprietjes. Dat is wat milieubewuster. En voor vanavond heb ik er even zeer professioneel 2 aan elkaar geplakt. Zodat ik niet iedere keer met mijn gezicht voor de camera zit. Omdat je straks op de alcohol gaat blazen. Omdat we gaan werken met alcohol lift inkt, is het belangrijk dat er niet te veel wit meer in het geheel blijft zitten. Dat het blad... bedekt gaat raken met alcohol en vooral met inkt natuurlijk. Omdat je anders weinig effect gaat krijgen van de inkt. Ik heb hier bijvoorbeeld een, laten we deze eens als voorbeeld, deze. Maar daar zit veel te veel wit in. Als ik hier mijn stempel op ga liften, dan krijg ik hem niet goed te zien. Kan ook mooi zijn als dat het doel is, maar voor deze kaart is dat niet het doel. Ik begin met, sprenkel met mijn flesje wat alcohol op mijn papier en voor de leuk spreek ik het ook een beetje in met alcohol. Dan vloeit de alcohol net eventjes iets makkelijker. Ik draai de dopjes van de flesjes, even kijken waar mijn matje eindigt. Is het nou weer precies niet in beeld waar ik het zet. Dan doen we het zo. Hier aan de zijkant past het wel. Zo. Ik probeer de dopjes een beetje naast het juiste flesje te houden. Dat gaat in de praktijk verder altijd mis. Maar dan heb ik dezelfde kleur dopje op hetzelfde kleur flesje. Nou, mijn alcohol, ik ben te langzaam. Maar ligt er nog wel een beetje op. Maar heb ik alweer een groot gedeelte verdampt snel. Daarom is de blending solution ook handig om te gebruiken. Die verdampt wat minder snel. Nou, ik begin met druppels aanbrengen. In de alcohol op mijn blad. Ik doe niet moeilijk met wat waar moet. Ik laat het allemaal gebeuren. En ik ga gewoon zien wat er gebeurt. Dat is het leuke met alcohol inkt. Je moet er niet te veel over nadenken. Je moet het gewoon lekker laten gebeuren. En dan pak ik mijn rietje. En ik kan het uitblazen. Wat ook kan in het begin... Zolang het allemaal nog een beetje vloeit. Maar ik heb te weinig alcohol erop gedaan. Kijk, dan maak ik het. Zo, laten we het een beetje vloeien door daar meer alcohol op aan te brengen. Dan vloeit het vanzelf in elkaar over. Ik nu onder de camera doorkijken naar of jullie, als jullie vragen hebben ondertussen, stel ze. Vind ik wel leuk, dan heb ik ook het gevoel dat, dat er gekeken wordt. Zo. En met een rietje, waar ik dus net al mee bezig was, kan ik dat verder uitblazen.
Je hebt daar andere toeltjes ook voor. En die laat ik een andere keer zien. Want anders dan ben ik heel lang aan het kletsen en heel weinig aan het maken. Ja, de eerste laag die zit er nu wel een beetje op. En wat je kunt doen is met het flesje alcohol. Ik zie dat mijn blad buiten beeld gaat. Zo. Met mijn flesje alcohol kan ik nog weer wat extra aanbrengen. Dat verdunt dan de inkt weer, zoals je hier onderin nu ziet. En ik kan dat weer verder uitblazen. Op die manier kun je eigenlijk eeuwig aan de gang blijven. Want ook als de inkt droog is, bijvoorbeeld hier, alcohol inkt droogt snel. Bijvoorbeeld hier in de hoek is het redelijk droog. Maar op het moment dat ik daar een druppel alcohol op laat vallen, dan zie je dat dat gewoon weer opnieuw geactiveerd wordt. En dat kun je dus doen met de alcohol. Dat kun je ook doen met de blending solutions. Ik heb altijd veel van die donkere randen, Ilse. Als je veel donkere randen, dan heb je veel inkt gebruikt. En kijk, die donkere randen. Nu was alles nog nat. Dat laat ik nat in elkaar overlopen. Dan blendt het mooier. Maar de donkere randen. Kijk, als ik het zo laat vallen. Het is nu nog nat, maar als ik het in droog, je ziet het hier ook al, dan krijg je dus wel de donkere randen. Dan is eigenlijk je inkt al droog. Je ziet hier is het natter, daar vloeit hij mooier over. Hier is het droog en krijg je de donkere randen erin. En soms vind ik de donkere randen ook heel mooi. Dat dingetje wat ik net liet zien, daar heb ik het expres gedaan. Het is maar net welk effect je aan het zoeken bent. Want hier heb ik juist expres alcohol aangebracht en nog meer om die donkere randjes erin te krijgen. Want ik vind dat juist wel mooi. Ik vind juist dat je dan echt ziet dat het de alcohol inkt is. Is 91% oké. Okay. Dat kan ook, want ik had hier zelfs, dat heb ik net opgeborgen, een flesje handgel. Daar kan je ook gekkigheid mee doen. Maar het is wel zo, hoe sterker de alcoholconcentratie is, hoe heftiger de reactie is. Ik zie die hele fles niet meer nu. Dat is ook wel weer knap. Ik denk, ik doe eens gek, ik gooi dat erop. Maar nou, dat is op magische wijze aan de wandel gegaan. Maar goed, iedereen heeft thuis ongetwijfeld in deze tijd wel een flesje handgel staan. En ook dat is te gebruiken voor creatieve doeleindes. Dus even kijken. Ja, in plaats van het rietje kan je natuurlijk Annette de airblower van Ranger gebruiken. Dat is bij mij allemaal nog. Ik had die besteld, maar die is nog onderweg met de post. Je kunt ook, alleen dat maakt herrie voor een lijf, een föhn gebruiken. En nou, ik pakte mijn, let niet op hoe die eruit ziet. Maar ik heb hier dus een gewone gigantische föhn. Op het moment dat ik hier een klets alcohol op gooi. En ik pak de föhn, kan ik dat ook alle kanten op laten gaan. Dan hoef je. Goed, ik stop met herrie, want dat is op mijn lijf heel vervelend. Recht in de microfoon van de camera. Maar het idee was wel even duidelijk, denk ik, dat je dan dat op die manier ook met de föhn kan verspreiden. En dat hoeft dus niet allemaal per se met het rietje. Ik vind zo'n rietje fijn, omdat ik dan lekker zelf de baas ben. Hoe hard ik blaas, hoe hard ik niet blaas. Het enige wat je een beetje in de gaten moet houden, het blijft alcohol. Het blijft allemaal dampen die van zichzelf natuurlijk niet 1, 2, 3 gelijk goed, gezond voor je zijn. Werk in een geventileerde ruimte. En als je het rietje gebruikt, probeer dan af en toe even adem te halen. Niet door het rietje heen, maar even afstand van je werk nemen met inademen. Dat ja, is toch net iets gezonder voor je. Ik moet zeggen, als ik eenmaal bezig ben, dan let ik er meestal niet meer op, want dan ben ik bezig. En op die manier maak ik gewoon wat vlekken in mijn werk.
En omdat ik een klein stuk ga gebruiken, je kunt ook met de spray kun je dat doen en het dan laten vloeien door het scheef te houden. Met de blower heb je daar inderdaad geen last van. Volgende week laat ik die zien. Zo. En op die manier kun je dus een achtergrond maken zo gek en zo leuk als je zelf wil. Met vlekken, zonder vlekken. Nou, ik heb nu een heel stel vlekken, maar ik wilde niet te veel lichte vlekken in. Want dan komt mijn stempel minder mooi naar voren. Dus deze die ga ik nu zo laten drogen. Je kunt hem droog blazen met een föhn. Je kunt hem zelfs met de heat tool, maar een klein beetje voorzichtig mee zijn. Want ja, plastic, Jupo is plastic, dus dat kan misgaan. En in elk geval kan ik hier heel lang zoet mee zijn. Allerlei kleurtjes door elkaar gooien, motiefjes maken. Dit blad is vrij, ik vind hem toch te licht geworden, dus ik ga toch een klein beetje nog wat aanbrengen. Het wordt wel een grote disco zo, hè, met al die kleuren. Dat vind ik wel grappig aan de alcoholinkt. Alcoholinkt is er in heel veel felle kleuren vooral. En dat is voor mij altijd wel even out of the box. Want ik vind het ook altijd wel leuk om een beetje neutrale kleuren te gebruiken. In combinatie met een kleur. Maar dat werkt bij alcoholinkt. Is het allemaal redelijk shiny. Nou, deze die ga ik even aan de kant leggen. Want die ga ik even laten drogen. En dan ga ik verder eventjes een ander velletje erbij pakken. Wat ik al had voorbereid voor deze lijf. Omdat dit nog nat is. En ik niet iedere keer met de föhn aan de gang wil. Zodat jullie thuis half weggeblazen worden. Dan pak ik mijn snijapparaat. En ik gebruik daarvoor de vase snijder. Even kijken dat die ook nog een beetje. Ik heb de grootte, dus die past niet helemaal nu in beeld. Maar dat geeft niet. En ik snij daar. Ik heb deze voorbereid. Nooit achtergronden weggooien. Nee, die Kira, die stuur ik naar jou op. Mag jij ze allemaal opmaken? Nee hoor. deze die snij ik nog even bij op maat. Ik snij hem eerst op A6. Ik had deze al een keer voor de eerste kaart doormidden gehaald. En daarna snij ik er nog een klein randje van af. Rondom. Maar dat doe ik tegelijk met mijn stukje papier wat ik net ook al had. Deze twee die leg ik even op elkaar. En daar snij ik aan beide kanten een randje van af. Ik leg dat dubbel. Gaat dat? Ja, ik vind dat het gaat. Dus ik doe dat gewoon. En als mijn mesje bot wordt, dan koop ik een nieuwe. Zo doe ik dat. Hier een randje van af. Kijk, zelfs deze randjes. Die zijn cool. Die heb ik gewoon bewaard. Ik heb zo'n doosje hier naast me staan. En daar zitten al die alcoholrandjes in. Want ook al die alcoholrandjes, daar kan je weer leuke dingen mee doen. Zo. En ook aan de onderkant snij ik nog een randje af. Zo. En weer een leuk randje om te bewaren. En dan kan nu mijn snijapparaat even weg. En dan, dan ruil ik mijn snijapparaat in voor de stempelhulp. Want zonder stempelhulp kun je deze techniek niet uitvoeren. En ik vergeet nog even de dopjes op mijn alcohol in te doen. Dat ga ik gauw doen, anders gaat het mis. Want die hebben we voor nu even niet meer nodig. Ja, die bergen wegen wel gelijk op. Want ik maak altijd overal rommel van. Ik stoot alles om. En dan zit heel de tafel weer vol met alcohol als je pech hebt. Dus ik gebruik nu de stempelhulp van Vase. Ik moet heel eerlijk zeggen, voor deze techniek is de stempelhulp van Ranger net iets handiger. Omdat die heeft zo'n opstaande rand hier. Die zit bij mij altijd in de weg. Behalve bij deze techniek. Bij deze techniek komt die hartstikke goed van pas.
Maar ik heb daar natuurlijk, Ilse zal Ilse niet zijn als ze het oplossen. Ik heb de stempelhulp van Ranger wel, maar ik heb gezocht en niet gevonden. Dus ja, ik leg mijn magneetjes even aan de kant. Ik heb daar een extra setje magneetjes voor bij gekocht. En ik begin met mijn velletje met alcoholinkt achtergrond. Die leg ik zo, vind ik hem leuk. En ik leg die helemaal gelijk hier aan de onderrand. Want op die manier kan ik hem strakjes gebruiken. Heb je twee stempelhulpen, dan zou het ook nog kunnen. Maar heb je ook twee stempels nodig. En ik pak nu die grote bloem. En die ga ik neerleggen hoe ik hem op mijn blad wil hebben. Ik denk ongeveer een beetje zakken. Iets meer bloem in beeld. Iets meer zo. Ja, ik denk dat ik hem zo wel leuk vind. Ik leg hier nog een... en ik onthoud eventjes waar ik de magneetjes geplaatst heb. En dan ga ik zo meteen... Ik heb mijn stukje cardstock. Mijn witte, die hou ik hier even bij de hand. Want ik moet zo meteen wel een klein beetje snel handelen. En ik ga nu dan aan de slag met deze alcohol lift ink. En die deksel leg ik maar even daar. En wat deze lift ink gaat doen, is die gaat zo meteen... sorry, die gaat zo meteen met mijn stempel... Gaat die zorgen dat er een witte rand verschijnt in mijn werk. Kijk, hier zie je hem terug. En dit is wat de lift ink straks gaat doen. Die maakt daar een mooie witte rand in. Zij het goed toegepast. Nou, mijn stempel die zit nu op zijn plek op de stempelhulp. En ik geef die een goede laag van de lift inkt. Ik doe dat gewoon helemaal rondom. Je ziet mijn stempelhulp die wordt vaak gebruikt. En ik leg er eigenlijk nooit een blaadje extra onder. Dus hij wordt altijd vies. Maar ja, dan... Dat heb je al vaker met mijn spullen. Maar dan kan je in elk geval zien dat ze gebruikt zijn. Zo. Nou, en wat ik nu ga doen is, ik ga deze lift inkt. Het is vrij natte inkt. Die ga ik hierin indrukken. Zo. En ik zorg dat er een goede afdruk komt. Ik doe hem eventjes met een beetje meer geweld. Ik heb niet hele sterke vingers. Die van mij die, zijn iets te flexibel. En die schieten makkelijk uit de kom. Dus ik doe dat... Altijd een beetje met mijn vuisten. Nou, ik heb hier flink op gedrukt. Ik doe hem open. En nu zie ik nog niet heel veel. En dat geeft niet. Deze laten we even liggen. Doen we aan de kant. Pak een stukje cardstock. Die leg ik daar weer op de rug. Op precies zo ongeveer dezelfde positie. En wat er nu gebeurt, dat vind ik het leukste van allemaal. Op mijn witte cardstock. Even goed aanduwen. Komt de afdruk die ik net gemaakt heb. Nog een keertje extra, zodat alles erop is. En kijk, je hebt zelfs je mooie kleurverloop, die heb je nu afgestempeld. Want die lift inkt, die zit op die stempel met de kleur van de alcohol die net heeft opgenomen. En nou, dan ga ik nog even terug naar deze. Want ik ben hier nog niet heel erg onder de indruk van. Als ik dit ga wegdeppen, dan wordt het al beter. Dan pak je een stukje keukenrol. In dit geval neem ik een klein stukje. En een klein stukje afscheuren. Zo. En ik dep daar wat statisch en plastic op plastic. En ik dep daar wat inkt van weg. Dan zie je, even draaien, niet vegen, deppen. Want op het moment dat je gaat vegen, als je goed kijkt hier, kijk, zie je die lift inkt, die ligt nog boven op mijn werk. En op het moment dat ik ga vegen, veeg ik de kleur van mijn achtergrond weg en worden de smeerboel. Dus je moet het wegdeppen. En ik heb hier, heb ik nu gedept en daar zie je al dat die wat naar voren komt. Wat ook kan,
is nog een keer met de inkt erin. Ik dep hem eerst een beetje weg. Ik draai af en toe mijn papiertje even goed om. Zo. Nou, het hoeft niet heel nauwkeurig, want we gaan hem nog een keer beinkten. En dit is waarom ik zei, die van Ranger met een randje aan de onderkant, die is dan net handiger, die stempelinkt hulp. Want ik zou hier nu wel een kleine afwijking kunnen krijgen in hoe ik mijn velletje weer terugleg. Die stempel die zit daar nog steeds vast, dus dit is een klein beetje op hoop van zegen, maar maakt niet uit. Ik heb nog meer achtergrondjes, doen we het gewoon opnieuw. Zo, ik stempel mijn stempel weer in. Lang leven mijn kromme vingers. Zo. Inkt dicht en weg. En ik druk hem nog een keer af. Nog even een keertje hard duwen. Nou, ik zeker dat er overal inkt zit. Zo. Nou, daar is die weer. Nu zit er weer inkt op mijn kaartstok. Ik heb hier nog een stukje liggen. Dus zou ik weer, als ik die kaartstok hier neerleg. En ik klap hem weer dicht op een wit vel. En ik ga met mijn vuist weer even overal langs. Dan heb ik dus wederom een afdruk die ik kan gebruiken. Hartstikke leuk met mijn kleurverloop en alles. Die stempel die hebben we nu niet meer nodig. Er zit nu genoeg liftinkt op mijn achtergrond. Zo, stempelhulp kan ook weg. En zie hier mijn achtergrondje. Nu is het weer belangrijk dat we het weer gaan wegdeppen. Pak even een schoon papiertje. Kijk, en nu zie je door de tweede keer stempelen dat je echt wel die witte randen erin ziet. Zie je? Dus met twee keer stempelen en ik heb hem in één keer goed gedaan. Hij zit er niet per ongeluk als negatiefje nog weer langs. Dus dit is hartstikke fijn. Hier ben ik heel tevreden mee. En wat ik nu ga doen is ik dep de liftinkt van mijn blad af. Het is een beetje een vettige inkt, dus je dat ook met je vinger eraan voelt. En die moet weg. Kijk, hij stempelt nog af, zelfs op mijn keukenrolletje. Dus die dep je van je werk weg. En dan zal je zien dat hij nog wat lichter naar voren komt. Zeker op sommige plekken waar hij echt donker is. En dit is ook waarom ik zei, als je je achtergrond, als daar te veel wit in blijft zitten, ja, dan heb je een probleem met de liftinkt, want dan zie je die lijntjes niet meer zo goed duidelijk. En ook dit is lekker donker. En dan zie je dus die lijnen heel goed. Nou. En je kunt dus nu door. Dan zie je dat ik nog lang niet alle inkt helemaal weg heb. Ik zie hier nog. En wat dan als laatste. Het ergste is weg. Wat gebeurt er als je het wegveegt dan? Dan veeg je je alcohol weg. Nu kan ik heel voorzichtig de laatste restjes wegvegen. Door eventjes een beetje met mijn keukenrolletje eroverheen te wrijven. Niet boenen. Wrijven. Als je gaat boenen, dan om dan antwoord te geven op de vraag van Sandra, ik heb hier nog wel een stukje liggen. Daar heb ik net mijn letters uitgestanst. Maar om de antwoord te geven op de vraag van Sandra, wat gebeurt er als je het als je gaat vegen in plaats van deppen? Nou, daar komt hij. Ik heb even geen stempel. Ik stempel even deze kleine. Die stempel ik hier in de liftinkt. Oeps, hij was nog zwart. Ik maak daar een afdruk mee op dit blad. Laat hem heel even inwerken. Nou, je
je ziet, ik heb hem hier gezet. Zie je? Hij is nog niet heel donker. Maar als ik nu ga vegen. Zo, dan heb ik heel radicaal geveegd. Nou zie je dat ik hele vage randjes heb. De inkt is weg, maar ik heb geen mooie scherpe stempelranden. Ik heb geen mooie scherpe afdruk. Als ik hier kijk, heb ik prachtige scherpe randjes. En dit is een vaag gepoetst ding, omdat ik met achtergrond en al eigenlijk dit heb weggepoetst. En dat is hartstikke zonde. Maar dan hebben jullie nu in elk geval gezien wat er gebeurt als je het wel doet. Nou, dan het volgende. Ik heb twee varianten eigenlijk gemaakt, want nu is het tijd om de kaart verder af te gaan maken. En ik heb deze gemaakt met rechte balken. En ik heb deze gemaakt. Oh ja, die had ik nog niet gemaakt. Plakt, omdat ik nog wat anders daarmee wil laten zien. Maar nou, op deze heb ik nog even geen tekst geplakt. Die komt uit een stukje rood. Maar die heb ik schuin weggesneden. Ik ga nu recht wegsnijden. En even mijn snijapparaat weer pakken. Dus ik ga eigenlijk deze kaart maken. Ik snij hem recht weg. En misschien hebben we straks nog tijd. Dat ik de schuine ook nog even laat zien hoe ik die gesneden heb. Dan, ik leg beide stempelafdrukken. Het zijn de blaadjes die ik net ook samen op maat heb gesneden. En dat ga ik nu ook doen. En ik ga deze beide snijden. Ik vind het zelf het makkelijkst om... Het snijdt net wat gladder, heb ik uitgevonden, als de Jupo onder ligt en het gewone stukje kaartstok boven ligt. En wat ik ga doen is dat ik eigenlijk deze stempel aan borrels ga snijden. Maakt niet zoveel uit waar en hoe ver en hoeveel afstand. Dat heb ik zelf een beetje bedacht. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik zorg wel dat deze twee delen die ik nu hier gelegd heb precies op elkaar liggen. En zo. En uiteraard bewaar ik mijn stukjes. Het middenstuk. Even zorgen dat het weer goed op elkaar ligt. Laten we dat zo doen. Iets breder. Hup. Die daar. En dan vind ik het nog wel leuk om een dun randje uit de onderkant te snijden. Het kost altijd iets meer gepriegel. Zo. En het laatste stukje. Zo. Dun randje. Hiek. Het laatste stukje is altijd het lastigst, omdat je dan weinig houvast meer hebt op je papier. Maar dat komt goed. Zo. Nou, ik heb nu mijn mooie achtergrondje helemaal aan barrels gesneden. En dat gaat uiteraard allemaal goed komen. En ik heb hier een stukje kaartstok, heb ik een A5'tje heb ik in twee gevouwen. En ik heb er daar nog één van nodig. Dus nu heb ik er twee. Want je gaat nu alle twee de kaarten hetzelfde maken. En daarvoor heb ik een nodig stukje foamtape. En je kunt het ook met van die van deze blokjes doen of een stuk rubber gebruiken en om het op gewoon knutselrubber te plakken. Ik vind het namelijk leuk voor deze kaart als die wat verhoogd opgeplakt wordt, zodat je wat schaduw tussen je delen hebt. Hoeft niet, mag wel. Tuurlijk kan ik het gewoon zo op gaan plakken. Nu heb ik alle strookjes hier neergegooid, dus ik moet echt even terug gaan puzzelen hoe die in elkaar moet. Maar dat geeft niet. Het ene deel doe ik op de linkerkaart. En het andere deel doe ik op de rechterkaart. En dat doen we om en om. Dus. Nee, ja, die hoort daaraan. Eigenlijk hartstikke simpel.
toch heel leuk. Kijk, nou ga ik in de war raken. Want nou kan ik het niet meer. Ja, zo moet die. Nou, deze daar. 4 stukjes puzzel, hè. Dat is wel moeilijk. En dan hebben we nog de onderkant. Die moet hier. En ik heb dit kleine strookje nog. Die gaat daar. Nou, hoera, ik kan het nog. Hier zit een gratis haar van mijn kat. Oeps. Nee, hij zit er nog. Weg. Nou, niet meer. Nou, dit strookje is lekker makkelijk, want die is helemaal wit. Nou, en op deze manier ga ik dit, ik denk eens een keertje om en om verhoogd opplakken. Ik heb deze, heb ik allemaal verhoogd opgeplakt. En ik ga dit keer ga ik alleen de alcoholinkt gedeeltes verhoogd opplakken. Waarom ook niet? Dan zit er nog een beetje variatie in het geheel. En even iets omhoog. Dan zien jullie hieronder ook nog wat ik aan het doen ben. Ik heb van deze foamtape, die kan je scheuren. Het is de dunne foamtape. Ik had liever de dikke gehad, maar die heb ik niet in huis. Dus ook al niet. Ook nog onderweg met de post. En dat past precies wel naast elkaar. Nee, past precies niet. Nou, dan plak ik hem alleen in het midden. Ik kan anders. Nee. Zo, ik plak hem hier. Ik heb hem nu alleen aan de bovenkant vastgeplakt. Ik haal deze heel even naar me toe om te kijken of ik recht ga. Want dat kan ik niet zien als het zo ver van me af ligt. Want vast is vast altijd met die tape. Dus ik wil hem wel graag, dat bedoel ik, graag recht plakken. Zo. Als de eerste maar recht zit, dan gaat de rest meestal wel goed. Dit gedeelte, dat gaan we dan met lijm direct op de kaart plakken. Zo. Andersom. Zo. Deze, die plakken we weer verhoogd op. En er zit alweer een haar. Oh nee, dit is van mijn snijmachine. Ik zie het al. Daar komen al die haren vandaan. Een heel dun randje is dat. Zo. Die komt hier. Hop, dat ik recht ga. Dit dunne strookje plakken we dan weer laag op. Dan moet hij ook wel laag blijven. En dit is met de dikkere foamtape, dus net wel even ietsje grappiger. Maar... En je kunt hem natuurlijk in zoveel stukjes snijden als je zelf wilt. Hupsakee. Gaat hier en het laatste stuk. Oh nee, niet met lijm. Geos. Die plak, maar natuurlijk verhoogd op. Hup, dep, een beetje weg. En scheur. Het helpt vaak als je het stukje papier met tape met een pincet pakt. Ja, dat klopt. Ik heb hier een pincet, maar ik ben niet zo handig met pincetten. Alleen dan hebben jullie beter beeld. Dat dan weer wel. Zo. En met een pincet kan je inderdaad makkelijker kijken hoe je hem plakt. En vervolgens schuift het dan bij mij alle kanten op. Want dat gebeurt als je mij bent. Nooit saai. Dan heb ik lettertjes. Je kunt verschillende dingen. Ik heb in elkaar gehaakt. Hier de Creating Love. En die vind ik zelf super leuk.
Die komt uit de set van Studio Light. Die heb ik hier uit de Just Lou Collection. En daar zitten 4 tekstansen in. Ik heb ze zelf op een stukje magneettape geplakt, zodat ze niet alle kanten op gaan. Maar daar zit dus in de tekst Creating Love, Take Flight, Fly Away en In the Clouds. Die hele, het is van de Just Lou Aviation Collection en dat heeft alles te maken met luchtvaart. En dit is, voor degene die dat nog graag willen weten, stencil JL nummer 12. Echt een hele leuke, met prachtige, fijne stansjes met leuke tekstjes. De Jovi stempel, ook nog leuk om te vermelden. Die is speciaal voor vanavond in de aanbieding op de webshop van Hobby Complete Duif. Er zijn er nog een aantal beschikbaar. En leuk om te vermelden, over 2-3 weken ga ik met deze stempel nog een creatie maken. En zou je direct mee kunnen doen. Dus mocht je deze stempel net zo gaaf vinden als ik, want hij is echt voor heel veel manieren te gebruiken. Hij is echt enorm afgeprijsd, dus dan zou ik zeggen grijp je kans. In de webshop van Hobby Complete Duif, als je dan bij lives kijkt. En bij vanavond, dan staat hij daartussen. En dan de tekstjes. Die heb ik uitgestanst met mijn stansmachine. En ik heb hem 1 keer in het wit gestanst. Andersom, Iels. 1 keer in het wit gestanst. En ik heb hem 1 keer uit mijn Jupo gestanst. Jupo kan je gewoon door je stansmachine heen doen. Nou, wat ik dan leuk vind om het op te plakken, is dat ik hier creating en weer onderste en hier love opplak. Dus altijd even een priegelwerkje met deze kleine letters. Je kunt ook de stansen op een stukje dubbelzijdig tape eerst plakken en dan uitstansen. Dat vind ik zelf. Er zijn heel veel mensen die doen dat. Ik kan niet zo goed met dubbelzijdig tape overweg, want dat plakt altijd op plekken waar ik het niet wil. En dus ik ga gewoon voor de lijm en probeer met mijn lekkere grove lijmpot dat gewoon een beetje netjes aan te pakken. Met hier en daar een drupje. Droog transparant op, dus als ik mors, dan mors ik. Het zij zo. Als er ook nog wat uitkomt, dan zijn we sneller klaar. En ja, ik had de lijm in zo'n dun flesje kunnen doen. Alleen, dat heb ik niet gedaan. Ik vergeet dat iedere keer. En ik heb wel eens gehoord dat deze lijm, die Quick Dry Tacky Glue, niet zo goed geschikt is voor in die kleine flesjes. Dat je daar dan weer beter de Dutch Doobadoo lijm voor kan gebruiken. Omdat deze wat dikker is. Nou, ik plak die op. Zo. En de love, die ga ik ook opplakken. En die plak ik dan op het donkerdere gedeelte. Klein tikje omhoog. Daar waar ik per ongeluk lijm een beetje knoei, druk ik even met mijn vinger een beetje naar beneden. Dan is dat gelijk ook opgelost. Hartstikke leuk. Heb je op een makkelijke manier zo'n resultaat. Wat ook kan, omdat je toch bezig bent met verhoogd opplakken, is dat je deze woordjes een aantal keer uitstanst en die op elkaar plakt, waardoor je ook een verhoogde tekst krijgt. Ik heb dat nu niet gedaan, had wel gekund, maar door bijvoorbeeld, nu ga ik natuurlijk een rommeltje maken door als ik deze twee, maar als ik deze op elkaar plak, krijg ik er ook een verhoging in. Zie je hoe leuk dat ook is? Dus dat is ook nog een idee wat je kunt doen hiermee.
Ja, nou deze, dat geloof ik wel even. Jullie hebben gezien hoe deze in elkaar geplakt wordt. Dan snappen jullie ook hoe deze in elkaar geplakt wordt. Ik wilde nog even naar die schuine die ik net gemaakt heb. Want daar wilde ik ook nog wat mee doen. Want wat ook leuk is, is dat je uit van deze tekstboekjes, deze is dan van Art by Marleen, dat je in deze kleine rand een tekstje plakt uit die tekstboekjes. Even kijken wat ik hier allemaal nog. Ik had er al een paar uitgezocht waarvan ik dacht, nou die vind ik wel grappig. Ik weet natuurlijk niet meer welke. Die zijn allemaal lang. Oh, hier zijn ze. Nou, bijvoorbeeld hier deze. Only you hold the key to your happiness. Dat is toevallig een tekstje die komt uit de... noem het eens. De lijn van Janine, de JMA. Maar hier kun je dus ook... een klein tekstje tussen plakken. En dan bijvoorbeeld... Ja, deze die past er niet heel goed bij, maar een andere... Bijvoorbeeld hier nog thanks. Of daar ben ik zelf super blij mee. Met de stansletters die onlangs uitgekomen zijn van Studio Light. Deze cutting dies. Daar kun je dus zelf fatsoenlijke letters mee uitstansen. En stencil SL355. Daar zit een heel alfabet in. En de letters zitten er ook meerdere keren op. En dat je hier bijvoorbeeld een leuk woord mee maakt. Ik heb hier eventjes hello uitgezocht, want uit zo'n heel alfabet ben ik anders heel lang aan het zoeken. Eek. Nou, deze kleine letters die plak ik dus wel vaak met een pincet. En er vliegen allerlei linkjes en ideeën voorbij in de... in de app. Hartstikke fijn, hartstikke leuk. En met deze kleine letters kun je dus elk woord maken wat je wil gebruiken. Dat is ook hartstikke prettig. Zo. Ik had nog gezegd, ik zal jullie misschien laten zien hoe ik die schuine gesneden heb. En halen we dat nog? Wel ja, dat halen we nog makkelijk. Daarvoor, dan pak ik wel eerst weer even mijn stempelhulp. Dan pak ik weer een stukje kaartstok. Want ik wil natuurlijk wel mijn bloem er dan weer op hebben. En wat hebben we hier nog voor leuks? Even kijken. Nou, zullen we nou paars en rood doen? We hebben net de blauwe gemaakt. Doen we nu de paarse. Oh ja, ik moet ze eerst nog even een klein randje eraf snijden. Dan vind ik het mooier op mijn kaartstok staan. Zo. Dan gaan we dat nog even in sneltreinvaart herhalen. Het is net echt school. Zo. Randje eraf. Ups. Goed, even netjes. Die hier. Auw. Randje eraf. Deze even aan de kant. Zo. Ik leg mijn kaartstok even aan de kant. En ik doe mijn blaadje hier. Iets omhoog. Het lijkt wel alsof deze steeds verder weg gaat. Zo, doen we het even zo. Ik leg de bloem er weer op hoe ik hem leuk vind. Ik druk hem even aan. Dan pak ik de Lift Inkt. En nu heb ik niet mijn stempel schoongemaakt van daarnet, maar ja, mijn stempelkussen wordt toch altijd smerig. Dan zie ik sommige mensen die hebben zo'n prachtig wit stempelkussen. Want dat is een beetje het nadeel hier. Als je stempels dus niet goed schoonmaakt tussendoor...
Ja, dan worden ze dus vies. Aan de andere kant heb ik er denk ik geen last van. Want hij doet het ook vies. Druk mijn stempel weer af. Heel goed aanduwen. Nou, die staat erin. Die leg ik even aan de kant. Daar is geen haast mee. Dan pak ik mijn stukje kaartstok. Leg mijn magneetjes er weer op. En ik druk die stempel af. Zo. Of een beetje beter. Hoppatee. Deze die ziet er weer goed uit. Voor de verandering ga ik hem nu eventjes één keer afdeppen. Deze. Dan hoop ik dat hij donker genoeg is. Maar ik denk het wel. Ja, kijk, daar komt hij al. Deppen, 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 deppen. Zo. Dan gaat er van alles glijden en omvallen. Nou, en deze twee die gaan we dus samen snijden. Even kijken waar mijn voorbeeld is voordat ik het zelf helemaal verkeerd snij. Oh, hier is die. Die letters die zijn er allemaal afgevallen ondertussen. Beetje jammer. En ik pak mijn snijapparaat weer. En ik snij ze weer allebei tegelijk. Want door ze allebei tegelijk te snijden, weet ik zeker dat ik straks twee dezelfde kaarten krijg. Ik zal deze nog een beetje opwrijven. Wiep, wiep. Zo. Nou, ook hiervan is de bloem best goed zichtbaar. Al was die daarnet op die blauwe, omdat ik hem twee keer heb gestempeld. Ik was even aan het lezen wat Thea aan het schrijven was met alle linkjes. Als het goed is, staan alle linkjes ook bij elkaar op de website gezet. Ik leg de eerste snede, die moet schuin gebeuren. En dan probeer ik in te schatten hoe ik dat mooi vind. Niet te schuin, want dan wordt het allemaal wel heel erg overdreven. En ik heb net gezegd, hypo onder. Zo, ik maak een kleine schuine hoek en ik leg mijn blaadjes gelijk op elkaar. Die moet weg, want dat is mijn rail dicht, dicht. En ik snij hem door. Nu heb ik twee helftjes. En ik snij één randje weg. Het randje wegsnijden. Wat ga ik van deze helft doen. Deze die kan even blijven liggen. Het randje wegsnijden, dat gaat recht gebeuren. En daar gebruik ik deze lijnen voor die op mijn blad staan. Zo, even goed leggen dat jullie het goed kunnen zien. Door hem hier gelijk te leggen aan deze lijnen, haal ik keurig recht een rand weg. Ik klap hem dicht. Zo. En ik heb een keurig randje weggesneden. Dat randje kun je weer bewaren om ertussen te plakken zometeen. En datzelfde doe ik aan de onderkant. En voor de onderkant leg ik hem dan wel gelijk aan elkaar. Zo. Ik leg de onderkant even. Zo. Die leg ik even recht tegen elkaar. En dan snij ik hem nog een keer. Ja, zo. Nou, hier gaat iets niet goed. Zie je, dat is dan alweer handig dat dat uitsteekt. Dan krijg ik dus geen gelijke randjes. Dat niet goed doen.
Je kunt het ook heel even met een klein stukje washi tape aan de achterkant vastzetten. Dan heb je dit geschuif niet. Maar ik heb daar nu even niks voor bij de hand. En ik klap hem dicht. En ik snij hem door. Dus ik heb hem nu weer even een stukje schuin weggelegd. Deze stukjes die kunnen bewaard blijven. En deze die gaan we recht snijden op die evenwijdige lijn die hier ligt. Ik ga ze allebei tegelijk snijden, maar deze zouden niet allebei tegelijk hoeven, maar ik wil dat. Zo en zo. En gaan we. En dan heb ik deze randjes weer. Hoppakee. Nou, nu kunnen alle puzzelstukjes weer op de plaats. Deze, alweer. Je zou denken, dat gebeurt je geen twee keer. Maar dat gebeurt je dus wel twee keer. Zo. Ik pak nog weer een stukje deze kaart. Nou, ik heb nog één velletje bij de hand. Dus die andere moeten jullie er even bij denken. En ik ga weer puzzelen. Al mijn stukjes weer op de goede plek leggen. Zo. Die daar. Deze hier. En deze hier. Nou, bij de andere kaart kan je dat dus op precies dezelfde manier doen. Alleen ik heb er nu eventjes geen kaartstok hier meer voor. Maar het idee is hetzelfde. Je legt de stukjes andersom. Nee, niet andersom. Ik leg de stukjes klaar. En met die kleine strookjes kan je dus ook een om en om effect doen. Dus ik kan dit alcohol inkt strookje goed leggen. Die kan ik hier weer tussen doen. Waardoor je hier weer de stukjes op de plaats hebt. En je kunt deze hier goed kijken hoe die moet. Die moet hier. Nou, die moest dus precies andersom. Maar het idee is duidelijk. En hier. Op die manier kun je dus de puzzel weer een stukje compleet maken. En krijg je ook een leuk effect. Zo. En de laatste stukjes. Nou, dit stukje is bijna overbodig, maar ja, je kunt hem moeilijk weglaten. En op deze manier heb ik dus de schuine kaart gesneden. En nou ja, ik denk dat dat dan zo duidelijk is. En dan kan je er weer een tekstje op doen. Of die leuke van Studio Light, Creating Love. Die ik overigens, ja, zou je ook in het zwart kunnen doen. Dan ziet dat er zo uit. Hele andere uitstraling krijg je gelijk met zo'n zwarte tekst erop. Maar het zijn zulke mooie fijne tekstjes. Dat je er eigenlijk van alles mee, ja, mee kunt. En ook de losse letters, maar de losse lettertjes die heb ik laten vliegen. Dat is het nadeel van losse lettertjes. Ik heb al die losse lettertjes allemaal in van die kleine doosjes zitten. En als ik dan een tekst wil maken, dan kiep ik die op mijn tafel. En dan ga ik zo zitten schuiven, zitten puzzelen tot ik alle lettertjes compleet heb om mijn woord van te maken. Houd je van de straat, zullen we maar zeggen. Volgende week ben ik hier ook weer en ga ik met een aantal producten van Studio Light aan de gang en ook met alcohol inkt. En laat ik jullie weer net even een andere manier zien. En de week daarna ga ik dus waarschijnlijk nog weer een keer aan de slag met die leuke Jovi stempel die vandaag in de aanbieding is op de website van De Duif. En dan zou ik het wel leuk vinden als er wat mensen zijn die ook mee gaan doen. En volgende week ben ik er op vrijdag. Niet weer op de woensdag, maar op de vrijdag. En dat komt hier thuis net eventjes iets handiger, wat handiger uit. En dan trappen we samen het weekend met elkaar af. Lijkt me gezellig. Nou, heel veel plezier met voor wie dit wil gaan proberen deze week. Laat het
ja, laat het resultaat zeker zien als je wat gemaakt hebt, vind ik leuk. Vooral verschillende kleuren gebruiken. Maak er wat heel moois van. Ik hoop dat jullie het een leuke live vonden. En nogmaals, als jullie een keer iets willen zien van mij, van joh, wil je dat een keer doen of dit een keer doen, dan ja, vraag het gerust. Ik lees de reacties zo meteen na, want ik heb ze niet allemaal kunnen volgen. Omdat ik een beetje door wilde werken om zoveel mogelijk te laten zien. Dus een berichtje naar mij sturen van Ilse, wil je dit een keer live doen, kan natuurlijk ook altijd. Hè. Dat is geen probleem. Nou, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En tot volgende week op vrijdag. En maandag is Marianne er weer. Fijne avond allemaal.